Minister Stanley Raghubar Singh van Financiën en Planning vindt het verstandig dat een deel van de reserves van de staat in goud gehouden wordt. Dit haalde hij gisteren in de Nationale Assemblee aan bij de behandeling van de ontwerpwethoudende wijziging van de deviezenregeling. NDP-parlementariër Rabindra Parmisser had daarover namelijk een opmerking gemaakt. De minister zei dat Suriname in het afgelopen jaar 11.805 kilogram goud geëxporteerd heeft met een waarde van 690,7 miljoen Amerikaanse dollar. Voor dit jaar, van januari tot en met juni, is er 5.938 kilogram goud geëxporteerd met een waarde van 393,4 miljoen Amerikaanse dollar. Ik nodig uit om te kijken naar de balans van de centrale bank en te kijken wanneer dat goud verkocht was. Want abende, maar een deel van serie en een onderzering. Als je dat dan bij mij bijbakken. Dus ik ben het ermee eens, omdat goud, zeker in deze, in deze situatie met, kijk, we kunnen internationaal, de omstandigheden zijn niet rustig, zijn turbulent. En je ziet dus ook de instabiliteit van munten. En dat is, ik denk dat u dat zeer nauwkeurig opmerkt, voorzitter, uw geachte lid, Parmisser, merkt dat zeer nauwkeurig op. Je kunt risico's hebben. En je ziet dat dus ook gereflecteerd in een stijging van die goudprijs. De minister zelf wil de beslissing niet nemen, maar vindt wel dat het de moeite waard is om met de governor van de centrale bank te bespreken over het belang om de reserves in goud op te bouwen in plaats van vreemde valuta. Daarbij moet er misschien een overbodige opmerking. Monetair goud is iets anders dan gewoon commercieel goud. Dus dat vraagt ook een specifiek traject, maar dat zijn uitvoeringsaangelegenheden. Ik wil zeggen, ik steun dit standpunt en ik wil dit graag meedelen met de governor van de Centrale Bank om te kijken of we niet weer een groter deel van onze reserve in goud aanhouden gezien. En het kan ook inderdaad koerswinsten opleveren. Ik bedoel, als die onrust in de wereld blijft gaan, als ontwikkelingen blijven gaan, kan goud een betere zekerheid geven in deze situatie. De bewindsman is het in elk geval mee eens dat een deel van de staatsreserves opgebouwd moeten worden in goud.